Yo, Spirulek, ik ben vandaag gaan we gewoon verder met Coola Survival. Hey, je zag het al een klein beetje op de achtergrond. Ik ga zo te laten zien. Ik moet eerst even wat eten ophalen. En rotte fles droppen. Weg ermee. Ik gooi het gewoon in mijn huis. Mijn huis is nou gewoon een dikke rommel. YOLO. Eten. Waarom heb ik zo weinig baked potatoes? Why? I do not like that. Ik moet die meer gaan braden. Dan weet ik dat ook gelijk weer. Dat ik wat meer. Ik moet een creeperval maken. En ik ga jullie laten zien hoe ver ik ben bij de muur. Want het is redelijk ver. Ik ren naar buiten om te veel te kijken. Eerst kon je iets op die paddenstoel. Maar die paddenstoel is nu opgeplaatst door die creeper net. Hey. Bam. Kut, ik ben niet de bovenkant vergeten. En daar de hele zijkant. Serieus, ben ik die echt vergeten? Meen je die? Ja, dit ben ik gewoon vergeten. Kon wel dat dit zo'n afgelegen hoekje is. Ja, kijk, hier heb ik dan weer net wel gedaan. Nou, ik heb één hoekje vergeten. Nou, die ga ik binnenkort wel even. Ik heb trouwens met redstone gewoon een ding gedaan. Dat is goedkoper dan een redstone torch. Ook al zit er alleen maar een stokje bij. Weet je, YOLO. De deur die moet nog helemaal gemaakt worden. Dus komt binnenkort nog een keer. Maar voor de rest is het eigenlijk al bijna allemaal af. Het enige wat er nu nog moet gebeuren is de toren, de ingang, dat ene hoekje. En als je hierboven komt, rechts zijn de muren er al in. Maar er zijn nog geen torch op die blokjes, want dat wil ik wel allemaal, dat is het mooie. En aan de binnenkant is er natuurlijk nog geen muur. Dus dat gaan we doen, we gaan een muurtje invullen. Wow, intensief werk. Ja, ik dacht van, hé, we kunnen ook een beetje iets rustigs doen. Weet je, dan heet het alleen maar de actie. Ik bedoel, misschien heb ik wel een keertje geen zin in actie. Nou, dan heb je nu een actieloze aflevering. Gefeliciteerd. Dus ik ga een leuk verhaaltje vertellen. Geen idee wat. Heb jij nog iets wat ik hier moet bouwen? Ik had eerst een paar weken geleden. Had ik maakte een WK-stemming. Alleen, kijk, weet je wat is? Dit is super ver naar voren opgenomen. Ik denk van, ja, ga ik doen. Wacht eens even. Ik heb al 10 afleveringen naar voren opgenomen. Wat dus gelijk staat aan een week of 5 of zo. Nee, ik heb geen 10 afleveringen naar voren opgenomen nu. Maar wel een paar naar voren. En... dus kijk, ik kan wel nou wel eens een WK-stem gaan bouwen, maar voor mij is het WK tegen de tijd dat dit online komt al afgelopen. Weet ik niet eens zeker. Maar het zou kunnen. En dat is pittig awkward als het WK dan al is afgelopen. Hè. Ook heel erg awkward dat mijn cobblestone muurtjes nu al bijna op zijn. Terwijl ik... Ja, ik ben 1 stack kwijt. Ja, ik red het wel met die 2 stack. Maar ik wil zeggen, het is zo'n kut. Dus weet je wat? Ik neem nu op tot aflevering 50. Bij aflevering 50 krijg je World Save. Bij aflevering 50 ben ik ook weer terug in Nederland. Want op het moment ben ik als het goed is gewoon in Frankrijk. Alleen bij aflevering 48 en, nee, bij 49 en 50 ben ik ook in Nederland. Dat is gewoon gepland in de week dat ik weer terugkom. Maar ja. Oh hey. Oh wow. Oh my god. Zo. Maar ja, ik wou iets vertellen en dan ben ik het verkwijt. Oh ja, als Nederland wint, het WK, ik weet niet, misschien heeft Nederland al gewonnen, misschien heeft Nederland al verloren, ik weet het niet. Ze hebben in ieder geval laatst van, hoe heet dat land nou? Ja, met de penalties was het in ieder geval. Dan moeten ze tegen Argentinië volgens mij. En daarna tegen Duitsland of Brazilië. En dan is het afgelopen. En ik ben benieuwd wie er wint. Op Settlercraft hebben we nou een bordje staan. Of met nou bedoel ik dus van opname. Op dag van opname, niet van uploaden, want dat is waarschijnlijk al lang weer weg. Of aangepast, weet ik veel wat ermee is. Maar dat is van... wat denk je dat is? Wat denk je dat gaat worden? Ik heb gezegd 1-0 Nederland bij Nederland. Voor mij is het tegen Argentinië. Weet ik niet zeker. Dan zijn er natuurlijk allemaal serieuze voorspellingen. Bijvoorbeeld van mij, van 1-0. Maar er zijn ook mensen... En die zeggen, even kijken, Jim, Quickscope Master, die heeft gereageerd, Nederland wint. Gewoon geen score, maar gewoon Nederland wint. Jurgen, Edeldier, heeft gereageerd, er worden doelpunten gemaakt. Nou, die heeft sowieso gelijk, vind ik echt een prachtige. Voor de rest, ja, niet heel veel boeiend zou ik zeggen. Ik heb nog een paar koppelstoommuurtjes nodig, daar ben ik hier ook weer klaar mee. Ik heb die muur op de deur en de toren af. Of de deur en de toren na heb ik hem dan af. Dit neem ik even gelijk mee. En dat is hartstikke chill. Dan heb ik de muur af en dan kan ik gaan focussen op de toren en de deur. Weet je, dan kan ik een afleveringetje deurtje maken, een afleveringetje. Nou, en dan de andere paar afleveringen, dat is dan 46. Volgens mij. Dan is deze muur afmaken, 47 is deur maken, en 48, 49 en 50 is toren maken, hopelijk. En dan ben je klaar, dan zijn we klaar met de muur en dan krijg je world save. Dan kan jij hem inrichten hoe je hem wil. Wat gewoon fucking chill is. Hier zit gewoon nog even rauwe oors tussen. Zo van YOLO. Ik heb trouwens die 3 diamonds. Fucking nice. Nice. Steenproducten. Mosto. Gravel. Ja, hier heb ik niks aan. Ik moet even wat cobblestone gaan hakken. Rennen gewoon naar beneden. Even de manen. Even wat cobblestonehaken. Dan gaan we daarachter wat mooier maken. Krijg je bij aflevering 50 weer een world save. Zo van, jee. World save. World save. Goed. Nee. Aan deze kant is het ook in. Ik heb trouwens niet heel veel nodig. Voor mij is je 6 nodig per. Hoe noem je het? Per hekjes. En, oh, rode steentjes. Die had ik laatst nodig, maar nou niet meer. Want dan heb ik ze allemaal al gebruikt. Maar ik ga sowieso een alchemy lab. In ieder geval zo'n brewing stand en zo. Dat ga ik allemaal maken. Wat fucking epic wordt. Heb ik ook in, kan ik dat trouwens vertellen of nog niet? YOLO. Ik zeg het gewoon. In Settlercraft heb ik het ook. Nee, kut. Het is nog niet online gekomen. Het komt op zondag komt online. En komt deel 9 komt net na 50 online. Dus komt deel 8 net na 7. Ja, het is eind van deze week, zie je het pas. Nou, spoiler. Als ik me niet vergis. YOLO, ik heb echt scheid aan. Goed, ik heb nou wel genoeg. Dan heb ik wel genoeg, hè. Jij mag ook kapot. Zo, dan heb ik wel genoeg. Dan hak ik hier nog eventjes dat ik een mooi 24 heb. Dan heb ik hem precies genoeg om 4 hekjes te maken. En dat is chill. Dat is zeker weten chill. Wat heb ik nog meer te vertellen? Nou, Nederland die wint. Met voetbal. Mijn zusje heeft musical gehad van op 8. Heb ik gefilmd. Echt professionele filmskills zitten daarin. Eigenlijk niet. Nee. Even kijken, wat hebben we verder nog meer? Verder heb ik eigenlijk helemaal niks te vertellen voor mij. Hey. Dus we gaan gewoon naar dit huisje toe. Die shaders die probeer ik nog steeds aan de praat te krijgen. Maar ja, of aan de praat te krijgen. Ik krijg ze wel aan de praat. Alleen. Hoe zeg je dat? Het lekt te veel. Ik heb veel en veel te veel lag. Goed, kunnen we dat op deze manier redden met mijn geweldige Minecraft parcours skills? Ja, we redden het. Die kan ik ook gewoon vrij springen. Nee, kut, we redden het niet. Oh man. Zo jammer dit, hè. Ik wil niet helemaal om die muur heen lopen. Ik heb niet genoeg laddertjes om daar naartoe te gaan. Yes, kijk. Nou heb ik mijn geweldige... Assassin's Creed parcours skills zijn het, of course. Zo, en daar ben ik hartstikke blij mee, want dan hebben we nog 11 hekjes over. Geen idee wat we daarmee gaan doen. Waarschijnlijk gewoon moeten we nog meer hekjes hebben, dan kunnen we de toren mee mooi bewerken. Maar hey, dit is weer een korte aflevering, net als de vorige. I don't know why, maar ze zijn gewoon eventjes heel kort. Heeft ermee te maken dat ik goed moet kijken hoe ik allemaal ga bouwen en zo. Bijvoorbeeld die toren ga ik waarschijnlijk in 3 episodes stoppen. Kijk, doe ik 1 deel, doe ik helemaal lang de deur fixen. En dan doe ik daarna 3 afleveringen toren. Bijvoorbeeld 1 keer de buitenkant. Dan eentje de binnenkant. En dan eentje inrichten. Zoiets. Binnenkant houdt bij inrichten. Groen, pannenkoek. Ja, oké. Maar zoiets gaat het waarschijnlijk worden. Dus ja, korte aflevering. We hadden denk ik net 10 minuten ermee. Uitrekken. Ik weet niet waarom, maar ik heb laatst heel vaak dat ik vlak voor een aflevering of op het einde van een aflevering zo eventjes ga uitrekken. Ik weet niet waarom, maar het is gewoon zo. In ieder geval blijf kijken of ik jou de volgende keer weer en zeg voor nu. Later!